Daily Minutes nummer 1551 met een uitzending voor vandaag, 18 februari 2019. Dus het bulletin van maandag. Een van de meest spraakmakende projecten van de Stichting Scope Hobbyfonds, de bovenregionale repeater PI2-NOS, zal in de komende periode stapsgewijs afgebouwd worden. Afgelopen week ging de ontvanger in Breda reeds QRT en in de komende weken moet het noorden van Nederland eraan geloven. Over de periode erna worden verschillende andere locaties eveneens ontmanteld. Zo begint een artikel op hobbyscope.nl, de website van de Stichting Scope Hobbyfonds. Het werd afgelopen weekend ook al enigszins op Facebook en op de website hamnieuws.nl aangekondigd. Samenvattend zijn er meerdere redenen, maar de belangrijkste is dat donaties van amateurs voor het project de laatste maanden een dramatische duik naar beneden maakten. Dat kwam doordat vanwege de door enkele lieden verpeste sfeer op de repeater een groot aantal goedwillende amateurs afhaakten. Heel concreet is de ontvanger in Breda dus kort geleden al afgeschakeld en op 26 februari volgen de ontvangers in Leeuwarden en Kampen en de zender en ik dacht ook een ontvanger in Smilde. Behalve de kosten geeft de stichting aan dat door werkzaamheden de betreffende systemen ook niet meer te handhaven zijn, omdat er ofwel geen ruimte meer beschikbaar is ofwel alleen tegen aanzienlijk extra periodieke kosten. De Stichting Scope Hobbyfonds houdt de deur nog wel op een kier. Niet alleen gebeurt de afbouw geleidelijk, wat overigens ook logisch is bij zo'n project, maar de tekst stelt ook het volgende. De stichting zou er een lichte voorkeur aan geven om de activiteit op dezelfde schaal voor te zetten, omdat duidelijk is dat het karakter van PI2-NOS uniek is en wereldwijd niet geëvenaard. In het artikel wordt ook aangekondigd dat er mogelijk nog meer experimenten zullen sneuvelen, zonder te noemen welke. Uit het slot van de tekst op hobbyscope.nl klinkt toch nog wat hoop. De stichting blijft wel in contact met de beheerders van de locaties om in de toekomst andere vernieuwende projecten te kunnen opzetten. Het noorden en het oosten van het land blijven verder 74 centimeter ontsloten via het PI2-NON, niet NOS, maar PI2-NON Coversity systeem. Nick, prima, ne? so einfach ist das, wenn man Logbuch führt. Ja, ausgezeichnet, geht wunderbar. Ich arbeite hier mit einem ICOM 821, mit einem Transmitter von Lima Zulu 5 Hotel Papa und 2 Watt Ausgangsleistung geht in einen 1 Meter Spiegel mit einem Helix Feed und Downlink ein 90 cm Spiegel mit einem Octagon LNC mit GPS Locking und das Ganze wird dann nochmal gemischt auf 2 Meter und geht dann hier wieder auf den ICOM 821 und das funktioniert ja im Vollduplex Betrieb nichts. So ist sind die Bedingungen hier. Wetterbericht 15 Grad im Moment, blauer Himmel, Sonnenschein. Lima Zulu 1 Papa Victor Delta Juliet 5 Papa Whiskey. Ja, zo klinkt de smalbandtransponder van Qatar Oscar 100, oftewel de SHL-2, de eerste geostationaire satelliet van onze amateurhobby. Er komen meerdere web-SDR's van de satelliet, in elk geval eentje werkte daarvan al. Dat is deze, die van de Britse amateur-tv-club BATC. Een linkje hiervan is vanavond te vinden op de website www.pa0ete.nl. Op 14 februari werd een nieuwe satelliet voor gebruik door amateurs vrijgegeven. Zenden gaat op 13 centimeter buiten de normale band, zeg maar, want normaal mogen we niet boven de 2400 zenden. En dat mag alleen voor satellietgebruk. En ontvanger dat gaat op 10 gigahertz. Dit kan met uiterst bescheiden antennes en zendvermogens. Veel mensen die ik hoor werken met 2 watt. Een amateur in Toronto en een amateur in Michigan hebben op 7077 kHz een bitcoin uitgewisseld via de ether. Die ging van Toronto naar Michigan in de mode JS8 Call, zo melden verschillende bronnen. De tokens werden verstuurd naar een zogenaamde Brain Wallet. Die kun je vooraf aanmaken en de eigenaar ervan hoeft geen internetverbinding te hebben om het bedrag te incasseren. Brain Wallets zijn niet 100% veilig, maar als proof of concept is het wel een mooie prestatie dat dit gelukt is. De verbinding die op 12 februari plaatsvond was naar verluidt de eerste keer dat een bedrag in bitcoins geheel buiten internet omging en een tijdje in de lucht zweefde, zeg maar. Ja, ik berichtte vorige week al over een mogelijk verbod om op de fiets elektronische apparatuur te gebruiken. Sinds eind vorige week is het concrete wetsontwerp bekend. Dit lijkt toch iets anders dan een algeheel verbod op het gebruik van elektronica in het verkeer te worden. Zo is het dragen van een smartwatch niet hetzelfde als het vasthouden van het apparaat. En ook mag een knop worden bediend die met een snoer aan het apparaat vastzit. Het lijkt er ook op dat het vooral om apparaten gaat die dingen opslaan en voor communicatienetwerken, hoewel daar nog wel iets bij staat dat het ook voor andere apparatuur kan gelden.
Niets is nog zeker, ook aan dit voorstel kan nog worden gesleuteld, maar het zou kunnen dat amateurapparatuur alsnog niet onder het verbod valt. Als het allemaal lukt en op tijd is, zou de nieuwe wet op 1 juli aanstaande moeten ingaan. Jane Socrates, een gepensioneerde wiskundelerares van 76 jaar oud, is bezig om als solozeiler een tocht rond de wereld te maken, om daarbij de oudste te zijn die op deze manier een reis rond de globe maakt. Ze is dagelijks te horen op 7160 kHz om 02 uur UTC met de roepnaam VE0JS of KC2IOV, dat weet ik niet helemaal zeker. Beide roepnamen staan in het artikel vermeld. Socrates komt uit Groot-Brittannië en heeft al eerder dit soort reizen gemaakt. Dit keer vertrok ze in vorig jaar oktober vanuit Vancouver in Canada. Tijdens de huidige tocht raakte het hoofdzeil van haar jacht beschadigd, wat haar in mogelijkheden beperkt. Jane Socrates houdt een weblog bij. Ook hiervan zal ik de link op www.pa0ete.nl plaatsen. Ja, tot slot, het nieuwtje is niet meer helemaal nieuw, maar Militaria4You meldt dat het bedrijf vorig jaar, 28 jaar na het vallen van de muur, nog een oud depot van de NVA, de Nationale Volksarmee van de DDR, heeft gevonden. Het gaat om kleding uit de begintijd van de oprichting van het DDR-leger. Het lijken haast kledingstukken te zijn die in een museum thuis horen. Gewatteerde thermobroeken voor de luchtmacht voor gebruik bij extreme koude heb je al voor 17,95. Een compleet veldtenu in 4 delen voor tussen de 30 en de 40 euro. Alle kleding is ofwel nieuw ofwel licht gebruik. Bij militaria4you.com dus. Dat schrijf je als volgt. Militaria, zoals je het zegt, en dan het cijfer 4 en dan Yankee. OscarUniform.com. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.